Welkom bij een nieuwe video uit de serie Interessante aandelen. Een maandelijkse serie waarin we telkens meestal twee aandelen gaan bekijken die mij in ieder geval wel interessant lijken. Ik wil ze wat beter gaan bekijken. Ik wil niet zeggen dat het al meteen genoeg informatie is om ze ook al meteen te gaan kopen. Het is zeker geen uh, beleggingsadvies, het is geen aankoopadvies, het is ook geen verkoopadvies als je het uh, aandeel eventueel al mocht hebben. Dus ga altijd zelf ook je onderzoek doen. Het is puur een beetje om te kijken van, ja, wat heeft mijn interesse gewekt en wat is mogelijk dus interessant om te gaan kopen. Ook voor deze maand, januari 2021, heb ik weer twee aandelen uitgekozen waar ik zelf ook interesse in heb. Dus laten we die vooral gaan bekijken in deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maak ik elke week drie video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren als je nooit meer een video wilt missen. Maar voordat we naar de aandelen van deze maand gaan kijken, gaan we eerst altijd even kijken naar de aandelen die ik in de vorige keer dus heb besproken. In de vorige video van interessante aandelen. En dan een beetje een vergelijking maken met hoe heeft de markt het gedaan en hoe hebben die twee aandelen waar ik het over had, hoe hebben die het gedaan. En kijken naar de aandelen van vorige maand, december 2020. Laten we eerst even beginnen trouwens met de AX hier in Amsterdam, de beurs. Die is in de laatste maand plus 2,8%, dus best wel goed. Kijken naar de SP 500, de grootste Amerikaanse beurs met de 500 grootste bedrijven, plus 0,2%, dus bijna vlak. Uh, best wel opvallend eigenlijk. Want meestal zit er wel meer volatiliteit in. Nou, we hadden dus ook twee aandelen. De eerste daarvan was Apple. Die is in de laatste maand 5,4% gestegen. Ik heb het aandeel vorige maand uh, bekeken in deze video. Ik heb het uiteindelijk ook zelf gekocht. Omdat ik toen aangaf: ja, ze hebben nu die M1-chip. Best wel veelbelovend. En ik denk ook echt dat dat weer. Voor innovatie gaat zorgen in de sector en dat Apple daar een groot voordeel uit kan halen. Voor mij de reden geweest om toen ook weer Apple-aandelen te kopen. Het andere bedrijf dat ik behandeld had was uh, Microsoft. Ook daar heb ik uh, zelf aandelen van gekocht. Uh, Apple heb ik trouwens via de Hero gedaan, Microsoft via eToro. Uh, niet per se een echte reden waarom ik voor die twee brokers heb gekozen. Maar in ieder geval kijken we naar Microsoft, dan zien we die ook bijna vlak staan met 0,45% in de laatste maand. Maar dat was dus de laatste maand van 2020. Laten we nu vooral vooruit gaan kijken en aandelen gaan kiezen voor de eerste maand van 2021. In eerdere video's heb ik het al over gehad. hebben we een beetje mijn terugblik op afgelopen jaren en mijn vooruitblik voor dit jaar: dat sommige sectoren best wel hard gegroeid zijn. Misschien wel te hard. Denk aan tech, denk aan elektrische voertuigen. Dat het misschien daarom ook alweer slim is om eens goed te gaan kijken naar je portefeuille. Welke beleggingen heb je en hoe zijn die verdeeld en kun je eventueel. Wat meer, wat betere balans daarin aanbrengen. In deze video dus twee aandelen die moeten gaan zorgen voor wat extra spreiding. In ieder geval wat risicospreiding. Uh, misschien ook wel een beetje een hoog risico. Maar het zijn geen specs. Daar zie je steeds meer video's over. Steeds meer YouTubers die daar video's over maken. Omdat het leuke content is. Maar ik denk zeker niet dat het een slimme investering is. En zeker niet voor de lange termijn. Zeker bij dit soort aandelen is het meer een spelletje dan dat het eigenlijk beleggen is. Vooral nu we steeds meer met ARK Invest zien. Iedereen lijkt wel Arkenvest te volgen en alles te doen wat zij doen koopt gisteren ARK Invest het ene aandeel... dan opent het vandaag met 13% in de plus bijvoorbeeld. Dus dat is geen beleggen, dat is echt gewoon gokken. En dat moet een keer misgaan. En met deze spreiding, met deze aandelen... wil ik juist ook een beetje gaan hedgen tegen het financiële systeem. Dus een beetje ja, tegenin gaan. Wat we namelijk zien is dat het afgelopen jaar heel veel geld is bijgedrukt. Door alle steun vanwege corona door overheden... is er gewoon heel veel geld bijgekomen. In Amerika was het vorig jaar zo dat... 22% van de dollars die in omloop zijn afgelopen jaar zijn geprint of aangemaakt dus dat wil zeggen dat we te maken krijgen met veel inflatie dat je geld gewoon minder waard wordt en daarom lijkt het me de reden ook meteen om dat te combineren dus met een goede spreiding van je portefeuille en daarom wil ik als eerste gaan kijken naar goud en het aandeel dat ik daarvoor gekozen heb is Barrick Gold met tickersymbool GOLD en laat ik beginnen met zeggen dat ik niet weet of het op dit moment de juiste koers is de juiste waardering is van dit aandeel want kijken we naar de fair value, dan lijkt het alsof het op zich wel eerlijk gewaardeerd is. Kijken we naar wat analisten denken, dan zien we de komende 12 maanden dat eigenlijk alle verwachtingen hoger liggen dan de huidige koers. Maar kijken we terug naar de koers van dit aandeel, dan zien we dat het op dit moment best wel hoog staat. Zeker met een paar jaar geleden. Toen was het rond de 10 op het dieptepunt, en nu staan we dus rond de 30 bijna. Dus je kunt misschien zeggen dat het, ja. Iedereen, er valt altijd wel iets te zeggen van de koers, laat ik het zo zeggen. Het ligt net een beetje aan waar je precies naar gaat kijken. Maar de reden dat ik het dan toch wil behandelen is juist omdat ik het als een soort hedge zie tegen alle andere aandelen, tegen de gewone beurs. Uh, zeker nu we te maken hebben met dat er veel uh, geld wordt geprint. En misschien als de lockdowns worden verlengd, zoals we nou in Duitsland hebben gezien, Engeland, misschien ook wel Nederland. Zullen we denk ik binnenkort wel te horen krijgen. Dan wordt er weer meer geld geleend door de overheid, meer geld uitgegeven, meer geld Bijgeprint dus. Dus dat is een reden waarom ik juist nu naar dit soort aandelen kijk. En het hoeft dan ook geen grote positie te worden. Het hoeft niet tientallen procenten te worden. Dat zal ik juist ook niet aanraden. Uh, als je gaat kijken naar goud, uh, zilver of dat soort edelmetalen. Of een soort hatchet, iets anders. Doe het dan met maximaal een paar procent. Bijvoorbeeld 3% van je vermogen, van je belegde vermogen. Dat je maximaal in dit soort aandelen stopt. Maar als je dan gaat kiezen om te beleggen in goud. heb je eigenlijk twee opties. Of je gaat voor het fysieke goud, of je gaat voor goudmijnen, aandelen van goudmijnen. Nou, bij fysiek goud heb je het, of je koopt het echt letterlijk zelf en je legt het zelf thuis in de kast, in de kluis. Dan heb je het ook echt in bezit. Of je gaat in goud-ETF's of zo, die het voor jou in bezit houden. Maar dan heb je in ieder geval wel het fysieke goud ook ergens in een kluis liggen. En daarmee speculeer je eigenlijk op wat de koers van goud zelf gaat doen. Je kunt ook kiezen voor goud aandelen. Uh, bijvoorbeeld zoals Barrick Gold in dit voorbeeld. Waarop je eigenlijk naar de productie gaat kijken en naar wat het bedrijf op zich doet. En bij een goudaandeel van zo'n goudmijn kan de winst dan exponentieel hard toenemen wanneer de koers van goud gaat stijgen. Want het is namelijk zo dat de vaste kosten van dit soort bedrijven bijna altijd dan gelijk blijven ongeacht wat de koers doet. Maar als de koers dan gaat stijgen dan is er juist veel meer ruimte om winst te maken. Kijken we even naar dit voorbeeld dat ik heb gemaakt. Uh, het is, ik weet niet of het de juiste dingen zijn maar het is in ieder geval een goed voorbeeld. Tenminste goed voorbeeld. Voor een voorbeeld: stel goud is 1500 dollar. Nou, dan de kostprijs van dat goud om dat uit de grond te halen en te verkopen is 1200 dollar. Oftewel je hebt zo'n 300 dollar winst. Maar wat nu als goud stijgt naar 2000 dollar? Dan stijgt misschien de kostprijs een beetje mee omdat er ook wat royalties betaald worden. En dan wordt het zeg maar 1300 dollar. En daarmee is de winst dus 700 dollar. Dus we zien eigenlijk in dit voorbeeld, en of het dan helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar het geeft een beetje de essentie aan wat ik wil zeggen. Als de goudprijs stijgt met 33%, dan kan de winst in dit geval stijgen met 133%. En daarom kan het ooit interessant zijn om te gaan kijken naar uh, goudmijnen in plaats van juist het fysieke goud. Nou, in dit voorbeeld dus Barrick Gold gaan we een beetje kijken naar wat dit bedrijf is. Het is eigenlijk het grootste bedrijf, of soms is het op één na grootste bedrijf. Van wat bezig is met goud. Uh, het is echt groot in goud. 90% van de omzet komt daaruit. En de overige 10% komt uit koper. En ze hebben ook deze mijnen zelf in beheer. Ze hebben 16 vestigingen in 13 landen. Ook Warren Buffett is al dit jaar uh, in geïnvesteerd. Uh, dat is de eerste keer dat hij überhaupt ooit in goud investeerde. Dat deed hij in augustus. Toen ging de koers van ongeveer 35 naar toen 40. Dus ook wel bijna 20% stijging. Maar hij heeft het inmiddels ook weer verkocht in november. En toen ging de koers van 40 weer terug naar 30. Of dat precies helemaal aan hem ligt. Ik denk voor een groot gedeelte wel. Want heel veel beleggers kijken naar wat Warren Buffett doet. Maar ja, in ieder geval nu die er weer uit is. Hoef je dat in ieder geval niet meer mee te nemen. In de waardering of de koers van dit moment. Gaan we dan even kijken naar de investor relations pagina van Barrick. Naar de Q3 cijfers. Dus het derde kwartaal van 2020. Dan zien we dat daar de omzet is gestegen met 32% ten opzichte van het vorig jaar. In het derde kwartaal. De kostprijs van deze omzet. Die, ging, die nam toe met 2% en dat is dus ook wat ik zojuist liet zien in dat voorbeeld. We zien hier dat de omzet omdat de 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 goudprijs hoger is toeneemt met een derde terwijl de kostprijs de kosten die je maakt maar toenemen met 2%. Dus daarom is het zo interessant. We zien hier ook de free cashflow met 161% toenemen naar 1,3 miljard en die free cashflow stijgt dus als wederom de goudprijs flink stijgt. Pak ook even de grafiek erbij van TradingView. Dan zien we bij dit aandeel dat rond 16 maart er een flink dal was. Het is een beetje het begin van de crisis. Was toen ook al best raar dat we te maken kregen met een crisis. En dat juist ook goud naar beneden ging. Ook zilver en dat soort dingen. Maar gelukkig na de hand ging het wel weer flink omhoog. Tot uiteindelijk 30 dollar. De laatste maand vindt hij een beetje steun, zo rond de 22,5 dollar. Gisteren zagen we een stijging. Misschien juist wel omdat de beurs openging. En er heel veel nieuws was rondom langere lockdowns. En misschien ook wel nieuwe varianten van het coronavirus. Dus er is meer onzekerheid. Terwijl we vandaag juist weer een beetje een daling zien. Het valt misschien allemaal wel mee. Een min van 1,7 procent. Zoomen we nou hier juist uit naar de laatste vijf jaar. Dan zie je dus dat het dal zo rond die 10 dollar lag. Dat het eigenlijk in die andere jaren zo'n beetje schommelde tussen de 15 en de 20 dollar. Barrack Gold is dan ook niet per se een aandeel dat je koopt voor de winst. Het is meer eigenlijk een soort van een verzekering. Dat het juist kan zorgen voor een betere spreiding van jouw portefeuille. Dat je minder risico loopt. Misschien juist wel. Als je vooruit gaat kijken naar wat de komende tijd gaat brengen en hoeveel geld er al is bijgedrukt en misschien nog wel bijgedrukt gaat worden, dat je denkt van, misschien is het goed dat ik een positie neem. Aan de ene kant staan de koersen, de goudprijzen best wel hoog, maar dat helpt natuurlijk ook met de winstgevendheid van dit bedrijf, zoals we net hebben kunnen zien. De prijs van, de kostprijs gaat in één keer niet zoveel omhoog als de prijs wel heel erg stijgt. Dus juist in dit soort periodes, kan het bedrijf ook heel veel winst maken? Al is de verwachting dat misschien de komende jaren wel weer wat afneemt: de winst en de omzet. Dus hou daar in ieder geval rekening mee. Maar kijk met dit aandeel ook niet te ver vooruit. Ik denk altijd dat goud. Een goede optie is voor de korte termijn. Niet altijd voor de lange termijn. We hebben net gezien dat het fluctueert tussen de 10 en 30 dollar. Dus je wilt eigenlijk niet te lang wachten tot het weer 10 wordt. Of tenminste, je wilt misschien op dat moment rond de 10 kopen. Maar in dat soort tijden is er vaak weinig onzekerheid. En zijn aandelen weer juist veel interessanter. Dus kijk zeg maar een maand of zes. Misschien 12 maanden vooruit. Kijk wat jij verwacht. Zeker nu met ik zeg. Ik denk dat een van de grootste dingen. Het belangrijkste ding: om nu in goud te gaan, juist de bijprinten van geld. Is, dus kijk wat er gebeurt. Kijk hoe je dat inschat. Durf vooruit te kijken, want de beurs denkt ook vooruit. En neem dan eventueel een positie in zodat je betere spreiding dus hebt in jouw portefeuille. En dit aandeel is dus ook te koop via de Giro. De Giro is de broker waar ik mijn meeste aandelen koop en ook het meeste belegde vermogen heb staan. En dit aandeel is dus te koop met ticker GOLD. Je kunt linksboven op GOLD zoeken of op Barrick GOLD. Uh, maar behalve dus te kiezen voor Barrick GOLD zou je eventueel ook een ETF kunnen kiezen. Bijvoorbeeld de iShares Physical GOLD, ook te koop bij, uh, bij de Giro. Of van Eck heeft ook de Gold Miners ETF. Dus die heeft juist de goudmijnen daarin zitten. Maar houd juist wel rekening met de kosten van deze ETF's. Dat is natuurlijk anders dan wanneer je een aandeel koopt. En zoals gezegd, al deze aandelen, het aandeel Barrick Gold of die ETF's, zijn te koop via de Giro. En wil je nou een account openen bij de Giro? Maak dan gebruik van de link onder deze video. Dat kost jou niets extra's, maar dat helpt wel het kanaal. Dus dat zou ik erg waarderen. En heel even kort tussendoor. Vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke onderwerpen jullie graag zien. Dat ik meer van dit soort video's kan maken. En je helpt het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Eventueel op het bel-icoontje als je altijd een melding wilt ontvangen als die nieuwe video online staat dan gaan we nu weer terug naar de video. En het tweede aandeel dat ik wil gaan behandelen is een ETN van VanEck. En ik zeg ETN want het is geen ETF uh, wat staat voor Exchange Traded Fund. Maar een ETN staat voor Exchange Traded Note. En dat is de VanEck Bitcoin ETN met tickersymbool VBTC. Want Bitcoin wordt ook wel het digitale goud genoemd. Waar vroeger en nu ook nog steeds heel veel vermogen gaat in goud. Juist om tegen de inflatie te gaan. Zal dat Bitcoin denk ik in de toekomst juist steeds meer worden. En Bitcoin wordt dan het digitale goud genoemd omdat er eigenlijk een beperking is op de nieuwe aanwas van Bitcoins. Net zoals goud. Je kunt niet in één keer meer goud uit de grond halen. Je moet dat eerst vinden. Dat kost energie om het eruit te halen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde met Bitcoin. Er komen maximaal 21 miljoen Bitcoins. Op dit moment zijn er 18 miljoen. En je kunt die door rekensommen op te lossen. kun je ze eigenlijk Bitcoin verdienen. Elke paar jaar komt er dan een halving. Dan kun je nog maar de helft van die Bitcoins verdienen die je eerder doet. Waardoor het telkens ja, moeilijker wordt om Bitcoins te halen. En automatisch ook de koers op die manier natuurlijk wel stijgt. Maar dat is eigenlijk een heel. Uh, ja, technisch verhaal. Terwijl juist met deze ETF dat ik niet technisch wil doen. Maakt het juist heel simpel om te beleggen in Bitcoin. Maar het belangrijkste van dit verhaal is, waar dus goud of Bitcoin niet zomaar in één keer dubbel zoveel van kunt hebben, is dat bij geld wel mogelijk. Want geld kunnen ze, zeg maar, bijprinten. Ze printen tegenwoordig niet meer. Het is gewoon bij de centrale bank. Een paar nulletjes extra aan toevoegen. Maar dat is dus bij Bitcoin of bij Goud niet mogelijk. En het is denk ik wel duidelijk, maar ik wil het toch even zeggen: Bitcoin is met een hoog risico. Uh, ja, ik wil het wel graag behandelen. Juist omdat het er steeds vaker over gaat. Ook weer in het nieuws. Maar ook steeds meer beleggers. Mensen met veel vermogen. Die een gedeelte van hun geld juist in Bitcoin gaan stoppen. Omdat zij er ook in geloven. Dus dat is een reden voor mij om het ook af en toe weer te bespreken. Maar ook hiervoor geld. Doe het met maximaal een paar procent van je inleg of van je vermogen. Het is een hoog risico. Je kunt er mooie rendementen mee halen. Maar we weten niet of dit misschien wel de hoogste koers voor het komende jaar is. Of dat hij nog verder omhoog gaat. Dus dat risico willen we beperken. En vandaar zou ik zeggen, maximaal misschien 3% van je vermogen. Maar waarom dan dit product van VanEck? Deze Bitcoin ETN. Uh, dat is eigenlijk, jullie zijn natuurlijk gewend om aandelen te kopen via de normale brokers. Nou, dat is natuurlijk niet mogelijk. Uh, je kunt geen bitcoin kopen bij bijvoorbeeld de Giro. En het is wat lastiger, of in ieder geval anders dan je gewend bent, om bitcoin te kopen dan wanneer je aandelen koopt. Want wanneer je bitcoin koopt, moet dat weer via een andere exchange of een andere broker. Bijvoorbeeld via Bitfavo, waar ik de link van hieronder plaats. De eerste 1000 euro in de eerste week. Kun je zonder transactiekosten kopen? Maar in ieder geval, dat is weer een andere broker, een andere manier van werken, een andere manier van aankopen doen. Als je ze dan hebt, moet je ze ook weer ergens op een wallet zetten. Of je dat online doet of een hardware wallet. Dat moet je instellen, bijhouden. Dat is weer een ja, bepaald risico. Want stel, je raakt je inlog kwijt, ben je dan je bitcoins kwijt en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat het wat moeilijker maakt, of in ieder geval anders maakt, dan dat je gewend bent bij aandelen. En met dit product heb je dus eigenlijk. Het aankoopgemak van een aandeel. Maar heb je toch Bitcoin in bezit? Van Eck biedt dit sinds halverwege november vorig jaar aan. Je kunt op deze manier dus makkelijk gewoon via de broker die je al gebruikt. deze ETN kopen. Dan heb je toch Bitcoin in bezit. zonder dat je al die andere brokers moet gebruiken. Zelf een hardware wallet moet doen. Al die dingen in moet stellen. De veiligheid wordt eigenlijk voor jou geregeld. omdat juist bij dit fonds. de Bitcoins die in dit fonds zitten. voor jou op een cold. Store wallet worden neergezet, ergens op een veilige plek worden weggezet, en je ziet dat dit fonds dan ook volledig in Bitcoin zit voor de volle 100%. 100,06 zelfs in dit geval, dus ik weet niet hoe dat kan. Uh, maar dat zal misschien een afronding zijn. Uh, waar je wel rekening mee moet houden zijn de hogere kosten. We zien hier 2% fondskosten, wat normaal 0,3 of 0,5 is. Uh, maar ja, aan de andere kant, er wordt natuurlijk ook veel meer werk voor jou uit handen genomen. Uh, ja, een veel andere opzetstructuur. Uh, dat, ook dat is meteen weer een ander punt. Dit gaat via de Duitse beurs. Dus hou er rekening mee dat je hogere transactiekosten hebt... En ja, dat zijn eigenlijk twee punten waardoor het eigenlijk wel makkelijker wordt gemaakt om Bitcoin te kopen. Maar hou wel rekening met deze kosten en reken ook vooral uit of het zin heeft en of het voor jou nut heeft om het op deze manier te doen, of toch te kiezen om zelf je Bitcoins te kopen. En ik denk dat het dan ook vooral interessant is als je net nieuw bent met Bitcoin, je niet heel dat proces wil doorgaan maar wel bekend bent met aandelen... dat je op die manier toch een positie inneemt. Dus eigenlijk voor het gemak van de aankoop... en de opslag en de veiligheid... die er op deze manier bij komt kijken... want het is gewoon ook weer in een bewaarbedrijf... dus daar loop je eigenlijk geen risico over. Um, ik wou ook zeggen dat het eigenlijk... alleen zin heeft bij hogere bedragen... omdat dan de transactiekosten... procentueel gezien ja, klein worden... maar ja, als je dan gaat denken... 2% over een groot bedrag... als je juist veel bitcoin wilt gaan kopen... is het misschien wel interessant... Om zelf uit te gaan zoeken um, ja, hoe het werkt. Om op die manier de kosten misschien toch op iets lager te houden dan op deze manier. Maar ja, dat is een beetje een inschatting die voor iedereen anders is. Ben jij technisch? Heb je er interesse in? Anders kun je het zeker zelf uitzoeken. Heb je er totaal niet? Uh, heb je gewoon ja, niks met Bitcoin? Behalve dat je weet dat je er een gedeelte van je geld in wilt investeren. Doe het dan vooral via bijvoorbeeld dit product. Dus kort samengevat, ook hiervoor geldt een wat hoger risico. Uh, dus hou met maximaal een paar procent van je portefeuille aan. Het is natuurlijk wel zo makkelijk dat je op deze manier helemaal in Bitcoin investeert, zonder het andere gedoe, gewoon door middel van een aandeel. En ook dit aandeel, de ETN van Van Eck, de Vector Bitcoin, is te koop via de Giro. Bitcoin dus zelf niet via de Giro, maar wel dit fonds wat in Bitcoin zit symbool VBTC. En een link naar de Giro vind je zoals gezegd onder deze video terug. En dan zijn we daarmee aangekomen aan het einde van deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Heb je nou nog suggesties of misschien wel tips voor de interessante aandelen van februari, van volgende maand? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. En vond je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Kan ik meer van dit soort video's over dit soort onderwerpen maken? En je helpt dus het YouTube kanaal. En als je meer video's wilt zien maar je bent nog niet geabonneerd. Doe dat dan onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.